Ik ben Dhire Jaram Samoj en ik ben bezig met de beeldende kunst. Ik maak kunstwerken, zowel tweedimensionaal als driedimensionaal. Hier sta ik dan nu met een solo-expositie, die is getiteld Ordinary People Reloaded. Het gaat over de alledaagse mens, ja, als mysterieus wezen in alledaagse situaties. Ik stelde me de vraag van, hey, hoe goed ken je je medemens? En voor mij bleek de mens dan eigenlijk een mystery te zijn. Er is zoveel oneenigheid, zoveel haat, verraad, oorlog, geweld, dat soort zaken. Dus was ik begonnen met het maken van schetsen die het, dit beeld voor mij zouden kunnen versterken of uitbeelden. En uiteindelijk kwamen deze schetsen, die zo alienachtig zijn. Het zijn ook koppen waarbij ik bepaalde waarnemingszintuigen uitschakel, zoals ogen, oren, mond. Dus ze kunnen niet slecht zien, slecht spreken, slecht horen. Dus er is ook reden. Dus in feite is voor mij de mens, is dit de onbevlekte van de mens. En de mens is in principe een goed wezen, maar de omgeving, de situaties om zich heen maakt dat hij anders gedraagt. Bij deze werken heb ik gedurfd om lijnen, vloeiende lijnen die ik heb aangebracht, daar te laten waar ze zijn. Dus ook de durf om dat hetgeen wat ik daar zet zo te laten. En eigenlijk ook geen rekening te houden met de toeschouwer. Vroeger was het eigenlijk zo, de toeschouwer moest het leuk vinden. Nu is het zo, de toeschouwer kan het misschien leuk vinden. Dus een deel vindt het leuk, een deel vindt hem minder leuk. Het vindt hem misschien een beetje sober of zo. Dat die mensen het niet leuk vinden is ook een soort van inspiratie voor mij. Alleen met positieve reacties kom je niet verder. De meest recente tentoonstelling in het buitenland is nog steeds gaande. Het is in Rotterdam tent. Het is een Paramaribo Perspectives tentoonstelling en daar heb ik een wandinstallatie met bekers gemaakt die heet het Ajigiras project. En een andere versie was tijdens die Paramaribo van tentoonstelling hier te zien. En dat was een van de highlights van die tentoonstelling hier. Maar hier was hij iets van, laat zeggen, 7 meter lang bij 3 meter hoog. En daar is hij verspreid over een lengte van 15 meter bij 2,5 meter hoog. En daar is het gewoon een ander werk geworden. Het is een compleet nieuw werk.